Hey, hoi, hallo en leuk dat je kijkt naar deze shopvlog. Als je nieuw bent op mijn kanaal, mijn naam is Natasja en dit is het kanaal NW. Ik ben laatst weer eens bij de Primark geweest, zoals je al aan de titel kon zien. En ik heb daar wat dingetjes gekocht. Het is niet heel erg veel, maar ik heb wel een heleboel dingen, of tenminste... Maar de dingen die ik gekocht heb, daar ben ik wel heel erg blij mee en excited over. Dus ik ga het aan jullie laten zien. Allereerst een dingetje die niet van de Primark komt, is deze van Kiko. En dit is zo'n wit oogpotloodje die je in je waterlijn kan aanbrengen. En die wilde ik al super lang. Ik was daar echt al best wel een tijdje naar op zoek ook. En ik kon het eigenlijk niet echt een goede ergens vinden, omdat ik hem niet spierwit wilde, maar een beetje zo gebroken wit crème-achtig. En nu heb ik hem dus bij Kiko gekocht. En dit is hem. Ik zal hem even swatchen. Zoals je kan zien is hij niet heel... Oh, mijn beeld moet eventjes focussen. Zoals je kunt zien is hij niet spierwit naast mijn nagels. Maar hij is een beetje cremig. Ik heb hem nu ook op. Je ziet dus nu ook in mijn waterlijn is het ietsje lichter. En dat geeft dan een fris en fruitig gezicht. Dus het maakt je ogen wat... opener en wat frisser ofzo. Deze kostte 4,50 €. Dan kocht ik dus nog iets bij een andere winkel dan de Primark en dat was bij de Kruidvat. Ik ging bij de nieuwe producten kijken, maar in Zoetermeer waar ik was hadden ze niet belachelijk veel volgens mij van de nieuwe producten. Maar wat ik wel vond was deze Catrice Retouch Brightening Concealer. En deze had ik gezien op het kanaal van Vera Camilla en Lotte Loves Beauty. En dit is dus een concealer die eigenlijk bedoeld is voor onder je ogen. Als je deze namelijk aanbrengt onder je ogen geeft dat een fris effect, zeg maar. Dat de wallen lijken minder te zijn. En er zit, zeg maar, het is de kleur lavendel. Niet alleen de verpakking, maar dus ook de kleur concealer is lavendel. En dat geeft je echt een hele frisse open oogstraling. Hele frisse ooglook en uitstraling. Omdat je, zeg maar, die donkere huid, daar maak je dus een stuk lichter. Dus echt een brightening pen. De prijs hiervan weet ik helaas niet, want ik ben het bonnetje kwijtgeraakt. Maar volgens mij is die... echt maar 3 € of zo. Dan, of course, heb ik make-up doekjes gekocht. En dit is kind of een voordeelverpakking, want er zitten dus 3 pakjes in plaats van de normale 2. Ook zijn de pakjes iets anders geworden. Ik heb wel gewoon de roze, die heb ik normaal ook altijd. Maar deze heeft een wat dikker doekje erin als de volgende. Als de vorige die ik nog had liggen. Dus ja, volgens mij was de prijs wel ongeveer gelijk. Ik ga even kijken of ik een bonnetje heb. Deze kostte 3 euro. Deze kostte 3 euro en de vorige die ik heb liggen waren 2 voor 1,50. Dus er is wel iets veranderd. Maar ja, kost natuurlijk nog steeds geen drol. En voor degenen die vaker mijn shoplogs hebben gekeken van de Primark. Ik koop eigenlijk altijd als ik daar ben zo'n katoen. Highlighter en fliek. Ik koop eigenlijk altijd als ik daar ben wat schijfjes. Want deze kosten daar maar 75. Oh, 70 cent zelfs. Nieuw lower price staat er ook op. Dus ze zijn nog 5 cent goedkoper geworden. Deze kosten 70 cent en er zitten er 120 in. Dus echt super cheap. En deze neem ik echt altijd mee als ik bij de Primark ben. Dan heb ik nog iets gekocht waar ik echt super blij mee ben. Namelijk deze oorbellen. Ze zaten in een setje van 2. Deze ringetjes zijn zeg maar echt egaal. Gewoon massief zilver. En de ringetjes die ik nu in heb, ik zal even laten zien, die zijn een soort van gedraaid en die zijn een stuk lichter. Ik moet zeggen dat voor mij de massieve best wel zwaar zijn. Ik had echt best wel van die hangoren, zeg maar. En aan het eind van de dag heb ik ze gewoon uitgedaan omdat ik er helemaal klaar mee was. Maar in principe zijn ze vrij licht, vooral de gedraaide zijn best wel licht. En dit is gewoon echt zo'n ding van vroeger. Ik bedoel, toen ik net een beetje... hoe oud zou ik zijn geweest? 16 jaar denk ik of zo, 15, 16 jaar. Toen waren dus super grote ringen echt helemaal in. Hoe groter de ringen, hoe beter. Ik had zelfs ringen die helemaal op mijn schouders kwamen. En als ik dan mijn hoofd draaide, dan ging het helemaal alle kanten op. Omdat ze zo intens groot waren. En nu zag ik dus alweer een paar meisjes op straat lopen met die grote ringen in. En ik dacht, oké, beter komt het terug. En toen was ik bij de Primark en inderdaad... ze hadden ze weer, zijn niet de grootste zeg maar die ik vroeger had, maar ze zijn wel aardig groot en ik vind ze altijd, ze geven net een beetje zoiets extra's aan je make-up, aan je outfit, whatever. Het ziet er gewoon altijd leuk uit. En nu heb ik dus 2 paar van deze ringen gekocht voor maar 2 euro. Ik heb ze ook echt al best wel vaak gedragen, ik ben namelijk al 3 weken geleden of zo bij de Primark geweest. Dan, as you know, winter is coming. Het is inmiddels alweer september en dat betekent dat het over like, een maand of zo alweer bijna winter is. Nederland kennende zal dat niet heel erg lang duren.
Dus ik heb alvast een lekkere warme trui gekocht. En deze kon je trouwens wel zien in een vlog, want ik heb toen een keertje... Ik heb toen een paar shots gemaakt in de paskamers van de Primark toen ik aan het shoppen was. En toen had ik ook deze trui aan. En dit is echt zo'n super... Ja, je ziet het lekker slecht. Super mooie, coole, ouderwetse gebreide trui. En ik hou er echt van. Ten eerste is het een soort zacht, oud babyroze of zo. I don't know. Maar echt, love it. En hij valt best wel oversized. En dat is super lekker voor thuis, maar ook gewoon super casual voor naar school of whatever. En hij is zo warm. Ik hou ervan. De mouwen zijn gewoon lang, kind of. Niet helemaal tot hier, maar ze komen tot hier zo. Maar ik stroop heel vaak toch mouwen, zeg maar, van... Ik ben niet scherp. Ja, ik stroop heel vaak toch mijn mouwen, zeg maar, een stukje op. Dus dat vind ik niet erg. Dat vind ik ook wel chill. En verder, hij is super zacht. Hij ruikt wel echt een beetje naar... geiten of zo, maar ja, ik vind hem echt super leuk. Ik heb hem in maat M, dat is 38-40 en qua bovenkant klopt dat wel bij mij. In mijn onderkant is vrij groot, breed, maar mijn bovenkant is best wel gewoon oké en ik heb meestal wel maat 38-40, maar deze is best wel echt best wel oversized bij mij. Dus als je daar niet van houdt, moet je hem sowieso een maatje kleiner kopen of zo. En die kostte mij €13. Nou, dat is toch prima voor een dikke trui. Ik kocht ik ook nog nepwimpers. Ik koop best wel vaak nepwimpers van de Primark, omdat ik ze gewoon best wel cheap as vind. En ik vind ze best wel mooi ook. En deze kostte €1,50 en dit zijn de Sultry False Eyelashes. En ik heb van deze lijn-ish, heb ik ook al de volume en de... nog vier andere geloof ik of zo. En die bevallen me super goed. Dus ik ga nu deze proberen. En deze zijn, zoals je ziet, best wel subtiel. En, maar wel erg lang. En ze zouden dan ook waarschijnlijk meer voor de volume zijn. En dan heb ik als laatste nog twee dingen. En die heb ik gekocht met een doel. Ik heb namelijk al ages geen video meer gemaakt voor mijn proberen of negeren serie. Mocht je dat niet kennen. Je hebt zeg maar mensen die yay or nay series maken. Of je hebt bijvoorbeeld Beauty Lab die maakt Nailed It or Failed It. En zo heb ik mijn proberen of negeren serie. Daar maak ik video's waarin ik beauty producten, beauty merken. Zoals ik heb bijvoorbeeld een keertje Lidl make-up uitgeprobeerd. Dat soort video's. En ik probeer er gadgets voor make-up. En dat viel. En ja, ik laat jullie weten of ik vind dat je het item moet proberen of negeren. Dus ik heb daar twee dingetjes voor gekocht. As you all know, jullie hebben het vast wel eens voorbij zien komen ergens. Er waren nieuwe applicators voor je foundation. En je had eerst gewoon je handen. Toen had je van die gekke dunne sponsjes. Toen had je beauty blenders, kwasten. Hele rattenplan, ga zo maar door. En op een gegeven moment kwamen er dus siliconen. Applicators op de markt. Silicone sponges. En ik zag die al super vaak voorbij komen. Maar zoals jullie weten gebruik ik budget beauty. Dus budget make-up, budget tools. Het enige wat ik heb aangekocht toen een tijdje geleden. Dat is een kwastenset van Zoeva. En dat is dan wel kind of een uitgave soort van ish geweest. Het was niet belachelijk duur. Maar het was ook niet echt heel erg goedkoop als essence kwasten. Maar ik vind bijvoorbeeld een siliconenspons, ja, ik heb daar niet per se €30 voor over als ik niet zeker weet of het werkt. Dus ik zag ze nu liggen, twee siliconensponsjes voor €3 bij de Primark. Ze zijn kind of doorzichtig met glitters. Ik ga er even eentje uithalen. Ik heb ze namelijk nog niet uit de verpakking gehad. Ik heb er nog niet aan gevoeld, ik heb er nog niet aan geroken. Ik heb er nog helemaal niets mee gedaan en dat wilde ik dan nu wel alvast eventjes doen. Oeh. Zo weird. Hij voelt wel lekker. Maar goed, ik ga er dus nu niet te lang in blijven hangen. Aangezien ik er dus nog een hele video over wil gaan maken. Waarin ik dus deze ga uittesten. Met foundation aanbrengen. Mocht je daar alvast benieuwd naar zijn. Abonneer dan alvast. Want dan komt de video binnenkort vast wel online. En dan ben je alvast op de hoogte. En als laatste heb ik hier nog iets om uit te testen. Voor mijn proberen of negeren serie. En dat is deze cleansing mitts. Removes your makeup with just water. Ik heb al eens eerder een Zenner microvezelsponsje gebruikt om mijn make-up eraf te halen. Waarin je dus geen reinigingsproducten toe te voegen, maar alleen water gebruikt. En die reinigde wel echt oppervlakken echt wel goed. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze dat ook gaan doen. Dit zijn zeg maar wanten. Dit zijn dus een handschoenen of wanten als je het zo wil vertalen. Die je gewoon kunt wassen in de wasmachine. En je kan daar dus je make-up mee afhalen zonder dat je een make-up reinigingsproduct nodig hebt. Ik ga er ook eventjes eentje uithalen of zet ik elkaar alle twee dan maar. Ja,
Het zijn een soort van overhandschoenen. En ze zijn een soort van badstof-ish. En de andere kant is dus om je huid mee te scrubben. Nou staat er alleen niet bij of dat je daar dan wel een scrub voor nodig hebt. Of dat je dat dan gewoon zo kan doen door dit over je gezicht te aaien. Ik ben dus heel erg benieuwd of dit inderdaad gaat werken. Om een make-up er af te halen met alleen maar water. Als je benieuwd bent naar deze twee producten die ik ga testen voor proberen of negeren. Let me know. En abonneer eventjes gratis op mijn kanaal. Dat kan hier beneden door op die abonneerknop te drukken. Is volledig gratis. En daarmee word jij op de hoogte gehouden van al mijn nieuwe video's. En als je dan ook nog eventjes het belletje aanklikt, krijg je ook een notificatie als ik een video heb geüpload. Dus dan ben je er als allereerste bij en mis je niks. Dan was dit alweer alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Ik ben in ieder geval super blij met alle items die ik heb gekocht. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet om de video te liken en eventjes te delen met al je vrienden. Want dan gaan we op naar de 1000 abonnees. Super excited. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer in de volgende video. En anders zie ik jullie weer gewoon random ergens. Doeg!